En deze mannen beginnen eraan met een kleine 40 seconden voorsprong nog maar. Het is Garcia Pierna die het tempo bepaalt. En Berasategui, de man in het rood, hier achteraan. Veel punten gesprokkeld onderweg voor die rode trui. Wel, Gesink vooraan heeft overgenomen met Roglic in zijn wiel. En zo gaan ze snel bij die kopgroep zijn, hoor. Berasategui en co. worden intussen ingelopen. En Attila Valter, ja, die moet de rol lossen. De leider in deze ronde van Burgos gaat er onverbiddelijk uit. Want nu zit Roglic daar, ik denk zelfs, helemaal alleen. Daar lijkt het op, want ja. Want Tratnik laat zich volgens mij ook uitzakken of is ook net overboord gegooid. Ja, en dat is toch niet echt wat je zou verwachten, hè? Want de mannen van UAE zitten daar nog met vier. Ja, dat is toch wel een halve putsch hier van de mannen van de Emiraten, hè? Want het leek erop dat Jumbo-Visma echt wel de koers in handen wilde nemen. Maar ze zijn redelijk snel weggeblazen allemaal op Roglic na. Wie kan er nog mee? Vlasov lijkt het ook een beetje moeilijk te hebben. Moet daar in elk geval een gaatje dichten. Yates, ja, autoritair. En dan gaan ze met vieren wegrijden, waarvan drie mannen van UAE. Of daar lijkt het in elk geval toch op. Ja, Vlasov die kijkt achterom. En dan gaan ze met z'n drieën overblijven, denk ik. Vain, Roglic en Yates. En als ze hier vooraan even gaan stilvallen, dan gaat hij wel kunnen terugkeren. Kijk, gaat iedereen nu zelfs proberen lossen. Sterk en van Vlasov. Zelf er naartoe poefen, hè. Kijk. Vlasov is terug. Dus zijn we weer met vijf. Vain, Roglic, Yates, Vlasov en Housen. Terwijl we nu een aanval krijgen. Dit gaat voor hem uiteraard voor Vlasov een probleem zijn. Aanval Adam Yates. Ja. Roglic meteen op dat wiel en Housen mee. Dat is wel echt straf, hoor. Nooit gedacht dat hij dat kon. Roglic wel makkelijk op het wiel, hè. In de slotkilometer van de Picon Blanco probeert Adam Yates van Roglic af te geraken. Maar de Sloveen geeft geen krimp. Vertraagde weergave hier. En hopelijk gaat daar niks fout. Het is ja, Vain die neergaat. Ja, ja, ik zei het daar straks nog. Het is niet de meest technische renner. Voilà, en op die manier kan Vlasov al terugkeren. En dan zal Adam Yates zich afvragen, waar zit Jay Vine nu? Ze zijn er vanaf. De vier leiders. Afdaling van de Picon Blanco achter de rug. Met Yates, Roglic, Housen en Alexander Vlasov. In het zicht van de vaste camera's nog 500 meter. Roglic aan de leiding. Tempo helemaal gedrukt. En Housen die inderdaad de schijn geeft van een poging te doen. En dat gaat hij nu ook toch niet proberen. Nog eerst die bocht. Roglic nog altijd autoritair aan de leiding. Yates zit klaar in vierde positie. Daar komt de aanval van Adam Yates. Vlasov reageert en Roglic mee. Roglic naar het wiel van Yates. En daar komt Roglic ook nog uit. En Roglic komt er makkelijk uit. En hij wint in Villarcayo. Vlasov is tweede, Yates derde en Housen op vier. De aanzet van Yates nog eens vanuit die vierde positie. En dan leek op het frontale beet Vlasov naar dat wiel te gaan. Maar het was Roglic die er attent tussen schoof.
nog even in het zog van Yates en er dan uitkomen. Duidelijk met veel snelheid, meer dan de rest, hè. De top 10 in Villarcayo met Roglic, Vlasov, Yates. De top 3, dan Housen, Romo en Bennett. Die zagen we nog sprinten voor plaats 5. Prodom van AG Desire, uiteindelijk 8e. Op 9, Pablo Castrillo en Sean Quinn voor IF. Rijdt opnieuw top 10. En het nieuwe klassement ziet er zo uit. Primoz Roglic heeft 34 seconden voorsprong op Alexander Vlasov en 40 op Adam Yates.